Dat heb je het verkocht, hè? Na? Ja. Niet 18 maanden. Na 18 maanden, ja. Incubatietijd. Ja. Na 18 maanden voor? Voor 20 miljoen gulden. Gulden. Ja. Gedeeld door? 4. 4. Ja. Want het was dan. Is dat bekend? Wie zijn dat dan? Die 4? Ja, dat is Sascha en ik. En Robert. En dat was Robert Klep. Dat was de partner van Marien en Emmerien. Nu.nl. Er zijn in Nederland heel veel uitgevers. En er was headlines, noem maar op. Niemand heeft er maar één nieuwsite kunnen maken. Hoe kan dat nou? Ja. Wel drie jongens vanaf de zolderkamer weer, die nu.nl hebben opgericht. En hoe kan dat nou? En het is 2007 en wat doet hij? Hij zet jou op de stoel als CEO. Wat hebben jullie gekikt met z'n tweeën? Toch? Ja? Dat is toch puur... Zat er ook iets van? Zat er een beetje pesterij in? Nee, dat is eerherstel. Dat is de Spanjaard van de stoel af. Jammer dat het die Joaquin of zo niet meer was, maar een andere Spanjaard. Wieberen jij dat en niet meer, hè? Meneer Schouwenaar op de stoel. Toch? Ja. Dat is toch gaaf? Het was gaaf. Het was leuk. Ja. En die gaat trouwen in november. En tot die tijd is het geen seks, geen zoenen, elkaar niet aan. Het is een jonge, moderne vent. Ik kende hem zakelijk, al een hele tijd. En dan luister je naar zo'n verhaal en denk ook van, ja, dat is toch niet meer van deze tijd. Nee, dat... Maar voor hem is dat dus wel iets wat net zo normaal is als voor jou niet stelen. Of ja, dat hoort niet en dat heb ik over voor mijn geloof. En hij was daar niet satanisch in of weet ik veel, niet raar. Een hele nuchtere vent verder. Maar hij vond dat heel belangrijk. Maar toen had ik wel eens van, wow. Toch heeft dat wel een zekere waarde, moet je eerlijk zeggen. Ja, maar daarom is het ook zo dat je kunt dat wel... Dat is typisch Nederlands, om te zeggen, jongens, we zijn allemaal hetzelfde en weet ik dat meer. Nee, we hebben dus hier te maken, hier hebben we dus typisch te maken met een cultuurverschil. Voor mijn ogen. Ja, en dat was zo, en hij legt die lepel in en hij blijft maar doorbuigen. En ik kon er geen... We hebben hem ook meegekregen, dus ik getest... Maar het gekke was, op dat moment ga je dan denken van, is dat nou wat voor ons of niet? Dan ga je in je hoofd meenemen. Daar doe je best een lange tijd over. Om te besluiten van, dit programma gaan we doen. In die tussentijd ga ik met mijn gezin op vakantie. Volgens mij was het in mei. We gaan op vakantie naar Cyprus. En om daar een dorpje. En wij lopen daar over een boulevard van een heel klein vissersdorpje. Ik was er nog nooit geweest. Ik zal er volgens mij ook nooit meer komen. En hebben ze van die betongestorte... boulevard, zal ik het maar noemen. Het was te klein om op boulevard. En ik loop daar zo met vrouwen, kinderen en ik kijk naar de grond en ik denk, er staat wat geschreven. En er staat de naam Uri Geller in het beton geschreven. En ik denk van, ja, wat raar, want ik was er heel erg mee. Je was dronken? Nee, helemaal niet. En nog niet. Ik weet ook niet meer of het geworden ben daarna, hoor. Maar dat vond ik zo'n raar fenomeen. Maar hoezo stond dat erin dan? Dat stond weer in beton. Als je te vroeg in beton een voetstap zet, staat er voor de rest van het leven een voetstap in. Iemand had met de hand daar Uri Geller in geschreven, terwijl ik er nog met langs loop. Je reageerde heel emotioneel, zag ik. Ben je dat altijd? Nee. Nee. Alleen als je prijzen wint? Nee. Ten eerste was ik me heel erg van bewust dat die prijs... De beleving van de klant over 2006 was. Want 2007 was natuurlijk nou maar koud anderhalf maand onderweg. En in 2006 ben ik zelf heel ziek geweest. Ben ik voor een half jaar bijna uit de running geweest. En is 3 maanden nadat ik ziek ben geworden, is mijn vader overleden. En dat was die dag.